welkom bij deze tutorial voor het maken van een kraanvogel. Ik ben Lisse Knapen en ik speel Emma in de voorstelling Emma wil leven van Solo Stories. En in de voorstelling komt voor dat Emma 1000 kraanvogels wilt vouwen, want volgens Japanners mag je dan een wens doen. Dus Emma die begon met vouwen en nou willen wij eigenlijk iedereen aanspreken om mee te vouwen. En dat kan voor en na de voorstelling in de foyer. Maar hoe doe je dat nou? Dat ga ik jullie laten zien. Dit zijn de originele origami papiertjes. Die zijn natuurlijk prachtig, maar daar kan ik het niet heel goed mee voordoen. Dus hier moet je het mee doen, maar ik laat het even met een ander papiertje zien. Ik doe het met deze. Het is heel belangrijk dat je een vierkant hebt. Anders lukt het niet. We gaan stap 1 in, fase 1. Je moet eigenlijk zorgen dat je hier, hier, hier en hier een lijn krijgt. Dus horizontaal, verticaal en de diagonale lijnen. Dus dat gaan we doen. Dan heb je dus, als je het goed kan zien, dit. Dus je hebt een soort ster erin staan. Zie je al die lijnen? Nou, dat is heel belangrijk, want nu gaan we even een moeilijke stap in. En ik doe het zo. En volgens mij, volgens de platte grond hier op het toneel, klopt dat niet helemaal. Maar ik doe het lekker wel. Je pakt de horizontale lijnen vast en duwt eigenlijk de diagonale lijnen naar binnen. Zie je? Nou ja, tot een soort, dat die puntjes allemaal samenkomen. Zie je dat? Dus ik zal het nog één keer even doen. Je pakt de horizontale lijnen vast. Dan komen de verticale lijnen naar buiten en de diagonale lijnen gaan naar binnen. Zo. Dan kan je hem dubbel klappen. Tot een ruit. En dan ziet je bovenkant er zo uit. En je onderkant ziet er zo uit. Dan leg je de open kant naar je toe. Dus de open kant naar je buik en de dichte kant van je af. Dan heb je hier in het midden een duidelijke lijn. En daar ga je eigenlijk deze lijn gelijk aan leggen. Dus dit klap je naar binnen, zodat deze lijn gelijk komt aan deze lijn. Ik zal het even voordoen. Dan hebben we dit. En aan de andere kant hetzelfde. Dan leg je de lange punt weer naar je toe en de korte punt van je af. En we gaan zorgen dat hier op deze lijn een vouwtje terecht komt. En hier ook, dus je moet hem eigenlijk even de ene kant en de andere kant opvouwen, want dan dat vouwtje dat heb je dan weer later nodig. Ook weer een scherpe vouw maken. Dan heb ik dus hier, zie je, een vouwtje zitten. Dan komt er nog een moeilijkere stap. Ik vouw deze hoekjes open. En dan kan ik dus dit naar boven klappen. En die klap je op die vouw naar boven. Dan krijg je een spekkie. Ziet hij er zo uit. Deze kippenpootjes, die moet je naar je toe leggen. En dan gaan we, deze kun je weer uit elkaar halen. Dan ga je deze lijn weer gelijk leggen aan deze lijn, deze aan deze en dat doe je ook weer aan de achterkant. Denk aan de scherpe vouwen. Dan hebben we dit. Die hou je nog steeds naar je toe. En de zijkantjes kan je weer openvouwen. Zie je dat? Dus dat zijn eigenlijk twee deeltjes. In die zijkantjes zit een vouw. Hier zo. Op die vouw kan je het ene pootje naar boven duwen. En het andere pootje, dus ik vouw hem open en deze duw ik op die vouw naar boven, ook een beetje samenknijpen. Het wordt niet de mooiste kraanvogel. En dan ja, de lelijkste kant kies ik meestal om het hoofdje te maken. Dan kies ik dus deze, zie je, die is een beetje lelijk. En dan vouw dit gedeelte een beetje, gewoon een beetje frutselen hoor, open. Waardoor je het midden een beetje naar binnen kan duwen en om kan knikken. Knijp er even in.
En dan, oh, hij kijkt ook echt naar rechts. En dan krijg je een hoofdje. En nu komt het allerleukste gedeelte. De laatste fase. Nu trek je de vleugeltjes een beetje uit elkaar. En dan ontstaat er een lijfje. En zo maak je een kraanvogel. Succes!